Nu is mijn vraag, zijn er tussen jullie jongens, mensen, die zouden willen een stukje meedoen van de training? En dat laat een echte supporter zich geen twee keer zeggen natuurlijk. En in geen tijd stonden de fans tussen de spelers mee een balletje te trappen. Nee, niet echt een charmoffensie. Vooral een reactie naar de familieclub KRC Genk. Die uiteindelijk leeft van en met zijn supporters. Dat hebben die mensen ook jaar na jaar bewezen. Zij blijven achter deze ploeg staan. Ook als het is minder draait, dan zitten hier nog altijd 20, 21, 22.000 mensen. Ik heb één fantastisch talentje ertussen gezien. Een jongen met een pet aan. Had ongelooflijk inzicht. Voor iemand van die leeftijd is uniek. Dat kom je niet vaak tegen. Hij is alleen nog iets te jong om wel te gebruiken in de A-selectie. Dus moet het maar met de huidige selectie. Een kern die zeker nog niet compleet is. Er moeten nog spelers weg. Er moeten er ook nog bij komen. Spits Moussa Koïta van tweede klasse Virton is de enige aanwezige nieuwkomer. J'ai vu le monde qu'il y avait autour, c'est clair que une petite pression, mais bon, c'est ça la vie du footballeur. Donc après c'est une envie en plus quoi. Als je ziet Tevez bij Manchester United wil weg en is ook nog niet weg. Dat is dan misschien de grootste club van de wereld. Dus ja, waarom zouden wij dan moeten klagen als hier inderdaad ook nog wat verschuivingen moeten gebeuren? En dan is er ook nog Pierre Denier, vorig jaar nog een aantal maanden hoofdcoach. En nu zet hij met plezier opnieuw een stapje terug. Ja, iemand die mij kent, u weet dat. En daarom ook, ik heb gezegd op de huldiging bij de beker, ik hoop dat je nu 5, 6 jaar niks meer van Pierre Denier hoort. Dan is het teken dat het goed draait. En hoe zit het nu met de ambities van Racing Genk voor het komende seizoen? I think the first ambition for everyone to go to European, to league the Europe, it's for sure. And then after that, you have to think about the championship. You have to make much better than the last 2 years, for sure. We moeten alleen zeggen, play-off 1, daar moeten wij in zitten. En dan kan alles. De kalendermaker bezorgt Van Hazenbroek alvast een leuke seizoensopener op het veld van KV Kortrijk.